Heb jij nog dan Mauri Stijn zitten kijken? Dat aan je vragen, ja. Heb je zitten kijken? Ja, ja, hoe was het? Ja, het was hetzelfde als wat hij tegen ons vertelde bij het interview. Hmm. Dus ja, over die Maduro, dat wist ik ook wel. Dat heeft hij natuurlijk ook toen verteld. Met die dame die bij Almere City... Over die dame van Almere City. Maar wat we eigenlijk niet te sprake kwam, was de rol van Steven Berghuis. Daar heeft hij niks over gezegd, want daar werd hij ook niet naar gevraagd. Is hij ook van afgebleven. Maar die wilde hij natuurlijk ook lozen. Hmm. Hij wilde wel doorgaan, maar dan moest Maduro weg en dan moest Berghuis weg. Okay. Maar voor de rest, dit was een redelijk bekend verhaal voor mij. Ja. Wat vond jij ervan toen je dat... Ach, weet je, ik vind als jij op een gegeven moment... Maar hij zei dus dat Maduro eigenlijk een soort lek was geweest... naar die dame bij Almere City. En dat hij door wilde gaan op het moment dat... Ja, maar vind jij nou niet, Valentijn, als je nou 5 spelers aanbrengt... en er komen 10 anderen... Zou ik ook pissig zijn. Nee. Luister, en dan ga je 2 wedstrijden spelen... en je denkt bij jezelf, dit wordt helemaal niks. Dan kan je ook zeggen tegen die Michelin-tat van... joh, weet je, hier heb je mijn fluitje, hier heb je mijn kleedkamertje, sleuteltje... Doe het lekker zelf. Ja. Zoek het uit. Nee, wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewacht tot hij ontslagen werd. En hij heeft wat centjes meegekregen. Nou ja, dan moet je een fan zijn. Dan moet je zeggen, joh, sportief was het niet alles. Maar ik heb er een leuk 2000 Ibiza aan overgehouden. Wat maakt het uit? Ja. Ook goed. Ja, dan moet je nou niet meer zeuren. Dan moet je niet meer zeuren, joh. Nee, maar hij heeft wel gelijk in het feit dat die Duitser... die heeft hem overladen met ontdekkingen van zichzelf. Ja, tuurlijk. En de mensen die hij voorstelde, vond ik niet zulke slechte suggesties. Nee, zeker niet. Nee. Maar wat jij zegt, ik was bij die wedstrijd Dortmund-Ajax in de voorbereiding. Toen heb ik exact hetzelfde gezegd. Met deze man ga jij gewoon nooit een goede ploeg krijgen. Nee. Je moet gewoon opstappen. Maar ja, welke trainer doet dat? Zeker niet die afhankelijk zijn. Nee, dan moet je financieel onafhankelijk zijn. Kijk, zoals met Ruud van Nistelrooy, die op een gegeven moment gewoon klaar mee was bij PSV. Ja, dan, ja. Ja zeker. Ik, ja, zoek het lekker uit dan met z'n allen. Spelers achter mijn rug lullen, ben ik weg. Ja. Zoek het uit. Ja, ja. En, maar dat had Stijn dus niet, dus die wacht echt af. Nee, maar Koeman heeft zich ook veel wel laten gevallen. In Barcelona daar, toen. Ja. Zo. Die hadden ook al 2-3 maanden eerder kunnen zeggen, weet je wat jullie kunnen? Je kan het lazen. Hij wist dat ze dat wilde. Hij heeft ook gewacht op de poen. En René, dat was zoveel. Ja. Daar kan ik nog wel enig begrip voor hebben. Nee, oké, maar 9 van de 10 doen dat. Maar die ene zegt ook, hier heb ik mijn sleutels, zoek het lekker uit. Ja. Oh, dat is wel heerlijk als je dat kunt zeggen. Natuurlijk. Hè?